wel cool, vind ik. En 5 weet ik uit mijn hoofd is ook vet. Hi guys, welkom bij een extra video. In deze video ga ik jullie helemaal laten zien hoe wij onze Instagram foto's bewerken. Welke apps we gebruiken, welke filters. Want ik denk dat de meest gestelde vraag op onze Instagram accounts is: hoe bewerken jullie nou je foto's en welk programma gebruiken jullie? Nou, we vonden het een beetje omslachtig om deze video met z'n tweeën te gaan opnemen en helemaal te gaan uitleggen. Dus jullie moeten het vandaag met mij doen, maar ik ga jullie haar fijn uitleggen hoe wij dat nou precies doen. Dus laten we beginnen. Oké, jongens, hier gaan we. Ik ga een paar foto's laten zien, waaronder deze foto. Dit is een foto van mij op de gracht op de fiets. Nou, deze foto ziet er nu echt uit als een soort huistuin- en keukenfoto. Het licht is niet echt heel mooi en ja, je wil echt wat sfeer hier aanbrengen. En dat kan dus heel makkelijk met een filter. Oké, allereerst gaan we naar de app VSCO. Hier zie je hem staan. Heel cool, want je hebt eigenlijk een soort van grid, net als Instagram, waarbij je al je foto's kan zien. Zoals je ziet heb ik echt 100 dezelfde foto's, want ja, elk meisje weet, een selfie gaat niet in één keer. Vrij herkenbaar, denk ik. En dan kan je heel goed de foto's naast elkaar zien. Je kan zelfs nog je eigen Instagram nabootsen hierin. Als je heel erg obsessief bent dat je Instagram helemaal één geheel moet zijn. Qua dezelfde filters en ja, dezelfde zeg maar feeling. Ik heb dat totaal losgelaten, maar heel veel Instagrammers doen dat. Dan kan je dus hier eigenlijk kijken of het wel in jouw grid past van Instagram. Nou ja, ik vind dat allemaal veel te moeilijk, dus ik doe dat allemaal niet. Hier heb ik alvast de foto voor jullie ingeladen. Nou, dan ga je hier naartoe en daar staan alle filters. Je kan allemaal filters downloaden. Sommige zijn gratis, sommige zijn een paar dollar. Het duurste pakket is volgens mij $7 of zo. Het valt nog wel mee. En mijn lievelingsfilters zijn eigenlijk alle E's. Die gebruik ik heel erg veel. Dus ik zal even laten zien, bijvoorbeeld, dit is E1. Nou, die vind ik niet zo mooi. Het wordt erg oranje hierdoor. Voor hier wil je toch een beetje wat warmere tinten, wat donkerder maken. Dit komt dan meer in de buurt. Dit ook, nog donkerder. Maar voor zeg maar een foto met een leuke achtergrond, zoals hier op de grachten, gebruik ik toch vaak P5. En P5 heeft een beetje een soort paarse gloed, zoals je kan zien. Blauwig paars. En dat heeft meteen, is het een goede sfeer. Nou, dan zijn dit dus alle filters. P5 wil ik gebruiken. Dan kan ik hier nog het licht aanpassen. Dus stel je voor, ik vind hem nu te donker. Dan kan ik hem lichter maken. Nou, dat vind ik niet mooi. Ik zou hem juist nog iets donkerder doen dan dit. Dat het een beetje zo schemering is, zoals hier. Dan, oké. Nou, dan kan je ook nog allemaal dingen aanpassen. Dat doe ik ook wel soms met highlight. Dat je dus wat licht uit sommige plekken haalt. Of juist shadow. Dat je wat meer de shadows benadrukt. Maar voor deze foto vind ik dat niet echt nodig. Ik vind hem eigenlijk zo wel goed. En je zou hem ook nog, wat ook heel cool is om te doen. Vaak als je een foto anders snijdt, dan kan hij opeens veel cooler worden. Kijk, voor dit gaat dit natuurlijk niet op, want je wil gewoon die fiets ook erop hebben. Dus in dit geval zou ik het gewoon laten hoe die is. Maar soms als je hem opeens horizontaal maakt of iets bijvoorbeeld schuiner draait, kan het opeens een hele andere foto worden, een heel ander gevoel geven. Nou, deze foto heeft letterlijk alleen P5 nodig en ik heb hem iets donkerder gemaakt. Dan ga ik hem opslaan. Save to camera roll. Altijd actual size kiezen, want dan blijft hij het mooist. Wat je dan nog kan doen is de app Afterlight gebruiken. Die heeft hele vette effecten. Dus we gaan hem even openen. Hier staat hij al. Hij pakt gewoon de laatste aantal foto's van je camerarol. Nou, dan laat je hem in. Dan zit hij nu in Afterlight. Nou, wat ik dan doe is naar dit gaan, zo'n filmrolletje.
En dan heb je hier allemaal coole effecten. Dus bijvoorbeeld heb je Dusty. En dan krijg je bijvoorbeeld een soort van waas over je foto. Met allemaal van die spikkeltjes. Alsof het een hele oude foto is uit een archief of van 20 jaar geleden. Je ziet meteen een hele andere sfeer. Heb je ook hier allemaal een soort lichten. Nou, dit vind ik dan wat minder mooi. Maar zo'n waas, kijk, dat is wel echt heel vet. Heel vaak krijg ik de vraag waar die waas vandaan komt. Nou, dat komt dus hier vandaan. Je kan zelfs ook nog dit doen, dat er een soort hele streep door de foto loopt. Om het nog ouder te maken. Maar in dit geval vind ik bijvoorbeeld nummer 1 wel mooi. Het is een subtiel effectje. Dus laten we die toepassen. Wat ik ook nog wel eens doe, is er bijvoorbeeld licht aan toevoegen. Dus dan heb je hier light leak. Het zijn dus 4 opties die je kan doen. En dan kan je bijvoorbeeld hier een wat rode gloed geven. Maar dat vind ik wel heel hysterisch. Misschien bijvoorbeeld deze. Nee, is ook te heftig. Kijk, dit is bijvoorbeeld best wel vet. Dat het een beetje zo rood aan de bovenkant is en hier rechts. Of bijvoorbeeld een beetje een soort nog meer paarsblauwe gloed. En dan met dat in combinatie met dat oude. Oké, dan save je hem. Om jullie nog even het resultaat te laten zien. Dit is de originele foto. En dit is de foto nadat ik hem dus heb bewerkt met 2 apps. Met via CyoCam en met Afterlight. Echt een verschil zoals je kan zien. Gewoon, de foto wordt meteen veel spannender op deze manier. Nou, dit was voorbeeld nummer 1. Dit was natuurlijk een foto waarbij de achtergrond ook gewoon een rol speelt en waarbij je een bepaalde sfeer wil creëren. Nu ga ik nog een voorbeeld laten zien van een selfie, hoe ik die bewerk. Oké, allereerst gaan we weer naar via CyoCam. Dit is de selfie die ik wil gebruiken. Een selfie moet vaak niet te donker zijn. Het is het mooiste als hij een beetje lichter is. Maar dat wil ik pas toepassen als ik eerst de filter heb uitgekozen. Want soms is een filter al erg licht. Dat je dus niet meer hoeft bij te stellen met licht. Nou, voor een selfie weet ik al uit mijn hoofd dat dit allemaal niet echt hele mooie filters daarvoor zijn. Maar A6 kan een goede zijn. Dus laten we even kijken. Ja, dit is wel een mooie. Dit is heel erg een beetje somberachtig. De kleuren komen niet uit, zoals je ziet. Dan heb je nog C. Die is altijd veel meer kleur. Mijn ogen zijn veel blauwer. Mijn lippen zijn nu veel meer roze, zoals je kan zien. Hier poppen je ogen er gewoon meer bij uit. Maar dan gaan we toch weer naar mijn favoriete toe, namelijk de E's. Dus hier heb je E1, E2, E3. E3 vind ik wel heel mooi. Je ogen komen hier goed in uit. En hij heeft een beetje een soort blauwige sfeer. E4 is ook wel vet, maar als ik hem vergelijk met, ben ik bij E3 ben ik weer wat bruiner. E5 is een beetje retro-achtig. E6 ook. Vind ik ook mooi, want dan bij E6 zijn alle donkere elementen in de foto worden nog donkerder. En de lichte dingen, die wordt lichter, waardoor het wel, je knalt er wel echt uit. En dat is wel belangrijk bij een selfie natuurlijk. Bij E7 ben je gelijk een stuk bruiner, zoals je ziet. E8 is ook een beetje retro filter, want er zit al automatisch zit daar een waas overheen. Nou, alle E's vind ik eigenlijk allemaal super mooi. Maar als ik nu moet kiezen, dan denk ik of E3 of E6. Ja, ik denk dat ik voor E6 ga. Ik vind dit echt het mooist. Ook met die Coca-Cola en dat vintage shirtje, dan klopt deze filter gewoon. Het is gewoon bizar waar je allemaal op moet letten. Nou, dan kan je ook nog kiezen om bijvoorbeeld de foto ietsje lichter of donkerder te maken. Dus laten we eens kijken wat er gebeurt als ik hem ietsje lichter maak. Dus bijvoorbeeld op een half zet. Ja, ik vind dat eigenlijk minder mooi als ik het zo zie. Want door de filter is mijn gezicht en haar al erg uitgelicht. Dus als ik dan meer licht ga toevoegen, I don't know. Ik ben eigenlijk iemand die toch vaak de filters gebruikt en weinig doet met al deze opties. Er zijn nog zoveel opties dat je warmte kan toevoegen. Je kan er ook nog een waas overheen doen.
Maar dat vind ik niet zo mooi nu eigenlijk. Ik vind dat heel vaak wel mooi, maar nu niet. En nou ja, laten we hem gaan opslaan. En dan kunnen we hem ook nog even openen in Afterlight. Om te kijken of dat leuk wordt. Hier staat hij al. Nou, dan kunnen we dus weer voor kiezen om misschien zo'n coole waas toe te voegen. Met van die, ja, alsof het dus oud lijkt. Dus dan heb je hier Dusty heet het. En dan bijvoorbeeld 1. Wel cool, vind ik. En 5 weet ik uit mijn hoofd is ook vet. Kijk, nu wordt het gelijk helemaal als een soort oude foto gemaakt. Maar ik vind het voor een selfie vaak zonde om die stof toe te voegen. Want ik vind het een beetje verpestend voor je gezicht. Het lijkt soms, ik zie dat sommige meisjes dat doen op Instagram. Soms kan het ook iets weg hebben alsof je een soort ziekte hebt. Want je ziet gewoon al die stofjes op mijn gezicht. Alsof het bijna een soort van uitslag is. Dus laten we voor dit gewoon het zo houden. Wel zouden we een beetje nog een kleur kunnen toevoegen. Zoals daarnet ook. Nou, dit is wel heftig. Ook heftig. Dit is bijvoorbeeld wel een vet effect, vind ik. Alsof je echt zo... Alsof de zon van rechts komt. En je hebt helemaal een soort warme gloed. En zo, als je hem dan ook ingedrukt houdt, zie je het origineel. En zo zie je hem met de nieuwe filter. Maar ik vind hem wel vrij aanwezig. Dit vind ik ook wel vet. Oh, dit vind ik een mooie, want deze is wel subtiel. Kijk. Ja, ik denk dat ik dit heel cool vind. Nou, die sla je dan gewoon zo op. En dan druk je op done en dan save. Oké, je kan hem ook direct posten op Instagram als je wil. Nou, dit is eigenlijk even een hele snelle video van hoe wij onze Instagram foto's bewerken. Dit zijn de apps die we gebruiken, VSCO en Afterlight. Echt twee apps, ik zou er niet zonder kunnen als ik iets zou moeten posten. Ik ben er echt heel blij mee en gebruik het ook super veel. En ja, ik heb geen idee of dit nu genoeg was qua uitleg of dat ik nog meer dingen moet uitleggen. Maar ja, voor nu even gewoon een snelle extra video over het bewerken van de foto's. Mocht je nog vragen hebben of denken, dit heb je helemaal niet goed uitgelegd, zet het even hieronder in de comments. Want ik neem met liefde nog een andere video op waarbij ik gewoon even wat dieper inga op alle functies die zo'n app ook heeft. Maar ik weet zeker, jullie anno 2016 kunnen dat heel makkelijk ook zelf uitvinden als je de app hebt gedownload. Het lijkt me natuurlijk heel erg leuk als jullie mij en Vita nog niet volgen op Instagram. Doe dat dan even. Ik zet het even hier in beeld. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren als je dat leuk vindt. En dan zien we je maandag met een nieuwe dagvlog.